Douglas, Brama en Elia. Zoekt Mampuya meteen op en schiet van afstand. Het eerste wapenfeit van FC Twente. Inworp van Twente, ver van Douglas. Schot kwam van El Amadi. En levert uiteindelijk een hoekschop op voor FC Twente. Heubach met de hoekschop. En weer het bekende duwen en trekken in het 16 meter gebied vlak voor Bejois. En desondanks is hier de openingstreffer. En is het Couffaut die je maakt of is het Douglas die je maakt? Stonden dicht bij elkaar. Het lijkt bij Douglas te zijn. Dat is dan de eerste treffer van de Braziliaan. Dames en heren, 18 minuten. De bal komt van de voet van Heubach. En dan staan Couffaut en Douglas daar heel kort op elkaar. De lange Douglas torent boven iedereen uit. En is dan degene die uiteindelijk de bal binnenkomt. Omdat Bejois aan de grond genageld staat. Je kan eigenlijk zeggen dat de wedstrijd nu echt begonnen is. Amrabat. Heubach is hij kwijt. En dan wordt hij aangetikt door Elia. Gaat dat makkelijk neer. Honda met de vrije trap namens VVV. Scherp indraaiend, Bosker heeft hem. Twente dat na de 1-0 niet meer echt hoeft, zo lijkt het. En VVV dat niet echt kan. En dan zit je al snel in een impasse waar je niet uit kan komen. En dat is dus nu al zeker een half uur aan het gebeuren in de koel. Waar het weinig genietige baas is. Of Rani. Kaya, dat is een goede bal richting tweede paal. Amrabat komt er net niet aan. Rekers. Oost. Om Wielaert heen, maar die herstelt er dan. Couffaut. Als Twente nu eens een keer snel schakelt, valt er misschien wat te halen. Maar VVV is alweer met een mannetje of 7-8 terug achter de bal. Elia. El Amadi. Die beweegt er voor de bal. Couffaut altijd aan speel. Hessie opeens vrijgelaten. En Hessie laat het dan na om voor 2-0 te zorgen. El Amadi vanuit de tweede lijn. Niet eens zo gek ver over. Elia door de benen gespeeld bij Kaya. Wordt wat aardiger. El Amadi, Heubach. Elia in een sprintduel met Mampuya. Elia goed het lichaam gebruikt. Is nu om Mampuya heen. Legt neer voor Couffaut. De tweede grote kans voor Twente na rust. En deze was voor de topscorer zelf. Heubach. Couffaut. El Amadi. El Amadi. Ontwijk Kaya. Denneboom El Amadi van ver. Knap geschoten door Karim El Amadi. Zo hebben de eerste 10 minuten na rust al veel meer vertier opgeleverd dan de eerste 45 van deze wedstrijd. Denneboom. Makkelijk om Kaya heen. Denneboom, goed steekballetje. Couffaut en Bejois op tijd zijn doel uit. Couffaut heeft nog wel balbezit. Bejois, Hersi en geen 2-0. Al komt Twente dichter en dichterbij. El Amadi, mooi. Brama. Met wat ruimte. Couffaut, ook hij kan aannemen en draaien. El Amadi, dit oogt hoopvol voor FC Twente. Denneboom, schietkans en Bejois. Die heeft een paar goede reddingen verricht, zeg, in de tweede helft. Aanval loopt nog door. Mooi balletje op Hessie van Elia. En dan opnieuw Bejois. Die VVV in de race houdt. En dat eigenlijk de hele tweede helft al doet.
Dennenboom. Brama. Koevo, geen buitenspel. Nou, is dit dan de beslissing? Nee, ja, Hersi, toch de beslissing. En de derde grote kans voor Youssouf Hersi is dan wel raak. Nadat Koevo natuurlijk al eerder voor 2-0 had moeten zorgen. Hier het moment van spelen. De paas die mooi is van Brama. Koevo inderdaad geen buitenspel. Dan moet hij hem eigenlijk zelf wel maken. Dan heeft hij geluk dat Hersi er is om assistentie te verlenen. En die lijkt dan de wedstrijd te beslissen in het voordeel van de Tukkers. En daar valt niks op af te dingen. Want Twente is gewoon vele malen beter, zeker in de tweede helft, dan VVV. Kan VVV nog aanzetten voor een slotoffensief? Maar dan zal Twente de regie weg moeten geven. En dat kan je toch niet voorstellen, want Twente voetbalt met veel vertrouwen. Zonder dat het echt flitsend is. Schot vanuit de tweede lijn. Plotseling een kans voor invaller Gahouri. Een groot deel van het publiek in Venlo gaat inmiddels al huiswaarts. En Blom doet er verstandig aan om af te fluiten. En doet dat dan nu ook. Het was een wedstrijd die beheerst werd eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal door FC Twente. Dat veel kansen nodig had om de marge op 2 te brengen. Uiteindelijk was het de derde mogelijkheid voor Youssouf Hersi die Twente op zeker de 3 punten bracht. Eerste helft was matig, tweede helft was aardiger en Twente blijft meedoen in de strijd bovenin. En mag zelfs nog hopen de strijd de eerste 5 plaatsen. En VVV weet dat het een gevecht zal blijven tot het einde om uit de gevarenzone te blijven. Vanavond zat het er voor de thuisploeg VVV in ieder geval eigenlijk geen seconde in.